Dit zijn verwondingen aan de nek van de taxichauffeur na het bijzondere incident in de vroege zaterdagmorgen van 14 januari. Het zijn striemen van de touwtjes van zijn eigen capuchon. Een klant heeft die vanaf de achterbank tegen zijn nek getrokken. Nou, we hebben hier te maken met een beroving die in twee opzichten eigenlijk wel bijzonder is. De taxichauffeur werd hier op 14 januari midden in de nacht, even na tweeën, hier op de Burgemeester van Walsumweg in Rotterdam Centrum, beroofd door een klant. Die klant die zat achter in de taxi en die greep die taxichauffeur al rijdend bij zijn keel, bij zijn hals. Nou ja, daar had natuurlijk van alles kunnen gebeuren. Gelukkig wist de chauffeur de taxi stil te zetten. Hij kreeg nog wel een paar klappen en werd beroofd van zijn geld. En we hebben de dader inmiddels te pakken. En dat maakt het op de tweede manier bijzonder. Maar we zijn nog wel op zoek naar getuigen. En die getuigen zijn uiteraard mensen die iets hebben gezien, maar nog beter, mensen die iets hebben gefilmd. En volgens de taxichauffeur is het incident op camera vastgelegd. We weten dat er iemand is die daadwerkelijk beelden heeft gemaakt, die gefilmd heeft vanuit een rijdende auto. Het zou zomaar kunnen dat deze beroving, deze mishandeling op beeld staat. Nou, wij komen heel graag in contact met degene die vanuit die rijdende auto op die 14 januari de mishandeling heeft gefilmd. Die beelden kunnen ons echt heel goed helpen bij het onderzoek. Wie maakte die beelden in de nacht van vrijdag op zaterdag 14 januari op de Burgemeester van Walsumweg? We hebben de dader inmiddels binnen. Dus dat onderzoek, dat deel van het onderzoek is klaar. Maar toch willen we het onderzoek nog wel zo goed mogelijk afronden. En dat betekent dat we nog op zoek zijn naar getuigen. Wie heeft de mishandeling en beroving gezien en of gefilmd? Laat het weten.